die vroeger was. De vleeschouw was rot, de munt en de ottergas. De steen moest rot en brakken. Waalwijk, daar hebben we een goede herinnering aan. Daar hebben we Europees gehaald toen. De laatste minuut, ja, de Sima. Och, een feest hadden we toen. Dus dat gaat wel goed komen weer. Welkom bij aflevering 16 van Hensie. Zo, we hebben die ouwe met de pannenkoekenboot weer op de kant gezet. We staan hier in de Vleeshouwerstraat bij het mooie mozaïek van Sint Nicolaas, beschermheilige van de schippers. Vanwege de uitzending van Kunst en Kitchen Kampioen Divisie. Terugblik, ik zag in de eerste helft wel vooruitgang. Daarna zakte het tempo weer weg, ze werden moe. Als we die 2-0 hadden gemaakt, was het gekleurd. Het geluk ontbrak ook wel een beetje. Eén keer op de lat, één keer op de paal. Het zat niet echt mee. Jammer, nu de stijgende lijn vasthouden. Je kon het wel merken in het stadion dat Energieflex failliet is. Oh, wat was het koud, zeg. Favoriete spelers, deze keer hadden we die wel. Labiel. Hij had in het contract staan dat hij 20 cent per kilometer kreeg. Wat kan die gozer het lopen, zeg. En Overtoom was nou ook goed. Die werkte hard en had een goed schot in zijn poten. En ook een mooie kool van Braken, zeg. We knalden die erin, zeg. We hadden die man gesleurd. Die keeper Silenica, die deed het net behoren. Hij stompt wel vaak ballen weg. Een beetje oefenen moet hij nog op je uittrappen. Van Duin, die schiet strakker en verder. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Tegenstander, RKC Waalwijk. Die hebben wel gewonnen van Helmond met 0-2. Nu nummer 15 op de ranglijst. En wij staan op 8. Ik kan ze verder niet inschatten. Voorspelling. Als we met dezelfde instelling als tegen Sparta beginnen, dan zie ik het wel zitten. Dan gaan we daar winnen. Anders moet Jack hier mijn briefjes maken wie naar voren moet. Dat doet die koeienman. Ook bij het Nederlands elftal. Dan gaan we winnen. Ten slotte nog een vraag aan die scheidsrechter die we tegen Sparta hadden, die kale badmuts. Hij heeft van 20 tot 26 december wat te doen. We zoeken namelijk nog een ezel voor in de kerststal. Ik moest gelijk aan jou denken. Ikzelf lig in de krib. En Jozef, Vida, staat naast me. En ik heb Romano Dennenboom nog gevraagd. Hij is gestopt op zijn 37e. En die komt er misschien ook bij staan. Voor de kerstweer, zou ik maar zeggen. Nou, hou je, ik ga even kijken op deze trappen of er nog lieve vrouwen lopen. Nou, ik ben nog geen één lieve vrouw tegengekomen. Alleen zijn oude drabak.